Hey, en de grote vraag is natuurlijk, Floris-Jan, kan je het nog steeds? Nee. Dat is lekker makkelijk voor de beelden dadelijk. Ik kan nog wel een beetje, maar ja, het zit er altijd nog wel in. Ik kan prima goed slaan. Maar we moeten die bus eigenlijk iets verder weg bij het goal parkeren. Ja. Pushen, scoopen, slaan. Je hebt in hockey allerlei technieken om die bal in dat doel te krijgen. En van al die diverse technieken heb je weer specialisten. Tegenwoordig bij de dames hebben we Jibbe Jansen, die de strafcorner specialist is. Maar als we iets terugspoelen in de tijd, komen we bij Floris-Jan Bovelander. 1996, goud in terug. Atlanta, de Olympische Spelen. En jij was in jouw tijd de strafcorner specialist, zouden we wel kunnen zeggen. Boom, boom. Bovelander. Dat was jouw bijnaam. Maar wat is een strafcorner? Bij een overtreding in de cirkel. Goede mogelijkheid om een doelpunt te maken. Aangever, een stopper en de schutter. En of de schutter nou slaat of pusht, of je een variatie speelt. Maar dat is wel wat de strafcorner is. Het is een hele mooie mogelijkheid om een doelpunt te maken. Het ziet er altijd waanzinnig uit. Dan gaat iedereen zich klaarmaken. Die gaat maskers opdoen. De verdedigers gaan in dat doel staan. En hier gaan een aantal mensen staan. Ja. Stilleggen, de schutter. Hoe ben jij schutter geworden? Ik kon gewoon wel hard slaan. En ik vind trainen wel leuk. Dus dat scheelt ook. Als je corner wil specialiseren, sowieso als je ergens goed in wil worden, moet je veel trainen en moet je het leuk vinden. En ik vond het leuk om te oefenen. Zoals je hier ook, nou, je ziet hier ook wat kinderen nog lopen, gewoon in de zomervakantie. Dan is het een bal neerleggen en slaan. En kijken of je hem 10 keer op de paal kan slaan en dat je wat harder kan slaan. Maar de vraag is nu, Floris-Jan, wat is nou de echte gouden tip voor die perfecte strafcorner? Dat is het ritme van jezelf. De versnelling in je push of in je slag, dat is gewoon een bepaald ritme. Dat is aangeven, stoppen en het ritme van de push zelf. Als het belangrijk wordt, moet je niet te veel willen. 90% is vaak goed genoeg. Zei jij dat dan ook tegen jezelf op zo'n belangrijk moment? Nou, ik zei het niet, maar ik wist het wel. Ik weet wel gewoon, oké, nu moet hij erin. Ben ik over het algemeen iets geconcentreerder. Als je gaat willen, ga je krampachtig slaan, pushen, gaat het niet goed. Dus iets onder je maximum, dan gaat de techniek het beste. Dan heb je iets betere controle over de richting, over de hoogte. Oké, dus het perfecte samenspel van die drie, de aangever, de stopper en de pusher, degene die slaat. En niet forceren. Niet forceren, techniek. Kun je het mij ook leren, denk je? Ik kan wel mijn best doen. Ja, hoeft niet maximum iets onder te doen. We beginnen bij jou bij 50%. Nou, we zijn goed oververtegenwoordigd, want we hebben 3 mensen nodig. Tijmen en Luc zijn ook bij ons. Jullie spelen bij deze club. Je voet staat ongeveer ter hoogte van de bal. Ja. Het belangrijkste bij een corner is het ritme. Dat 1, 2, 3 en dan sla je. Nou, het is een goede poging. Gelukkig, je zat die kant op. Komt-ie. Ah, de richting is goed, hè? Je hebt hier je stick, en je rolt hem er zo af. Komt-ie? Het zou kunnen dat ze die stoppen. Ja, de keeper moest wel echt zich sterken. Oké, daar gaan we. Allerlaatste minuut. Ja. Ik goed aangegeven, hè? Ja, goed aangegeven. En goed de rebound gelopen. Ook complimenten. Heel goed. Complimenten, Tijm, Luc. Voor mij draait sport om dat je er plezier in hebt, dat je lol hebt. En een paar lucky few die met een gouden tip ooit de Olympische finale gaan spelen. Het enthousiasme wat jij hebt in de sport, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. En het plezier wat je erin hebt, terwijl je het eigenlijk voor het eerst doet en eigenlijk nog helemaal niet kan. Als je nu net zo oud zou zijn als de hockeyers van Team NL nu, zou je dat ook nog mee willen doen met de Olympische Spelen? Zeker. Met elkaar proberen het hoogst haalbare te halen. En met al die andere sporters, met die 10.000 andere sporters uit alle landen. Dat is het mooiste wat er is. En dat, dus als ik zou graag nog steeds ergens in de 20 zijn. Wie niet? Dat is waar eenmaal. Is dat jullie droom, jongens? Olympische Spelen? Zeker. Zonder twijfel, zei jij, hè? Ja. Mijn droom is Olympische Spelen. Ja. Hoe oud ben je nu? 12. 12. Dus nog een jaar of... 10. 10. 10 jaar, dat is Brisbane, hè, denk ik. Dankjewel, Floris. Ja, jullie bedankt dat we weer wat mochten uitleggen over het hockey. Het is dat ik geen 12 meer ben, anders had ik... Ja? Doorgetraind. Ja, dat is heel goed. Voor Brisbane. Ja, voor Brisbane.